De midwintercup doet dit jaar zijn naam eer aan. Boeten koud, maar binnen brandt de strijd los. Want waar de midwintercup wint, die telt pas echt mooi. Maar de midwintercup houdt op te besteden. Hoe zit dat nou correct? De KNVB had besloten om daarmee op te houden. Maar er moet al een periode met er heel bij de midwintercup. En toen had het bestuur zei van, kunnen we een oorlossing zoeken. We vinden al je wel de toernooi blijven, maar ja, net langer meer door de KNVB. Het toernooi had dus net heel een dol op te besteden. Toch is de vraag hoe het dan in de toekomst gaat. Blijven de teams komen en kunnen ze in Frenzy het financieel voor roem krijgen. Maar het verhaal van Jettiets blijven in de Frieslandhal, Jettiets in Jouwert, daar werd het pas echt gezellig. Ja, dat hebben we verleden hier nog onderzocht, want wij hier in de gloeien ook wel natuurlijk en wij vonden het zelf daar echt hartstikke leuk. Maar het is financieel helemaal niet meer op te brengen, nee, dat kan niet. Voorlopig blijft het toernooi bestaan, maar dan onder een orenname. Gelukkig maar, want zeel voetbal kan soms hier een heel leuk wijze. Sjoch bijgelijks is naar dit paaske en de goal van Oeverzweltjes. Helds hier binnen de wol verrassings en deze keer komen de Oeverzweltjes om de kwartfinale. Urk is de tegenstander. Zij spelen op landelijk niveau in de Eredivisie, scoren hier de 1-1, maar ze haat dreig. Sjoch even naar deze counter van de Oeverzweltjes. Eén keer rijtje, zij jet het. Oef jou eens kieven en dan de goal. 2-1 dus van de ploeg uit Koudum. Maar dan de eindfase. Nog 3 seconden op de klok. En Urk komt toch op 2-gelijk. En penalties brengen dan de beslissing. En dat kunnen de Oeverzweltjes net meer opbrengen. Urk wint en komt in de hele finale. In die hele finale treffen ze de winnaar van Vlien Ier. Friesland uit Jouwert. En die is correct wat sterker. Ze winnen zelfs Fjisten te sterk. Winnen maar 6-1. En sjoch even naar deze beauty. In één keer uit de draai. De keeper is dan wel fot, maar de goal is er net minder fraai om. In de finale treft Friesland de grote favoriet, Avanti. Niet in de hele finale, maar krijgt winnen van Jereveense Boys. Mooi 2-1. Maar eerst naar de vrouwen. Heel opvallend, want zowel de Seal als de vielploeg van Biekwik Dokkum hel je de hele finale. En bij beide partijen moeten de panels de beslissing brengen. De keepster had het nog even net terug, maar het is al zover. De fieldtotdealing had woen van HZVV. Feest dus. Heel gauw geven wij maar de camera naar het orenfield. De eerste Giel Blauwen had nog net woen. Op de beslissende penalty gaat er bij de seal-outdealing van Biekwik Dokkum Ekkelien. Dubbel feest dus in Dokkum. Want zowel de field-outdealing als de seal-outdealing gaat naar de finale. Van waar ben je nou? Ja, ik coach het veldteam, dus ik ben voor het veldteam. Dat is makkelijk zat. Maar heb je dat nou nog wel voeltje voel? Ja, ze willen alle twee van elkaar winnen. Dat moet ook. Dames, jij krijgt dat zij er vol van gaan. Ja, wij natuurlijk ook. Wij gaan er bovenop. Stevige winnen van Iteke. Daar houdt ze haar ik aan, want ze gaat er vol in. Maar veroorzaakt vol een penalty. Op het veld teamgenoten, maar nou neidt Annette Rosinga Iteke wol een beetje. Want dit is een echte zwalbe. Toch scoort zij de 1-0. Rosinga zit hem er zelfs in. En letter beslist vrouwtje Kaasma maar een mooie actie in de wedstrijd. Wat toch Biekwik Field wint. De finale bij de Malje. Vanzelfs is Avanti uit Tiens de grote favoriet. Spiel je op het heegste niveau en Friesland 2 niveaus leger. Toch is de eerste goal van Friesland. En wat voor een. Let op, links in beeld komt Edwin Rinsma. Mooie streep. Scoort hij de eerste goal in deze wedstrijd. Hij had een keihut schot in de fotten. Zelfs in de verhelling gaat erop. In de kruising 1-0 voor Friesland. En Rinsma is op dreef. Hij stekt echt hele field toe. En maar nog 8 minuten te gaan. 2-0 terug Zegobien. En nog een keer een minuut later. Jouwt Zegobien deze stekpaas. En maakt het Ramawien 3-0. Ravanti komt weer om. Ont 3-1. En scoort hier zelfs de 3-2. Faruni zorgt ervoor dat de wedstrijd weer wat spannender wordt. Nog 4 minuten te gaan. Alles op alles dan. Maar weer de onderschepping van Rinsma. Hij steekt weer het hele field toe en scoort dat zelfs ik nog eens. Fjouwert waar van Friesland. Avanti besiekert het nog wel, maar het leidt nou achterin Hielendal Iepen. De keeper het field uit en dan luidt het dus de rondte. De counter is scherp. Ze zijn net zelfzuchtig en uiteindelijk is het 4-2 terug Zegobien. En de laatste goal is misschien nog wel de mooiste van de wedstrijd. Want het stiffie van Zegobien is wel heel vrij. De keeper is vanzelfs uit de goal. Maar van deze afstand scoren is toch wel heel vrij. Friesland wint maar 6-2 van Avanti. En is de laatste winnaar van de Midwintercup.